zich wel, ja. Een elektrisch bootje gebruikt genomen wat door de vracht kan varen en zo via een haaienbek allemaal afval uit het water kan halen? Ja, op dit moment wel. Dat maakt het ook zo uniek dat dit de allereerste elektrische straatveegmachine is, zelfs in de Benelux, die gewoon de hele dag kan vegen. En eigenlijk ook de werkzaamheden aan kan, die een normale twee kubus machine, die diesel aangedreven is, eigenlijk ook aan kan. Maar die wilde gewoon een duurzamere machine. Okay. Die wilde gewoon eigenlijk een machine hebben die anders is dan anders. Ja, ze hebben wel dieselvarianten, maar die het fijnstof vangt. Ja, de vraag van de overheid was steeds meer, we willen die verbrandingsmotoren weg hebben, het moet elektrisch. Nou, en ze zagen daar een kans eigenlijk om als eerste dat te doen. Want dan heb je een voorloper, hè? Dan doe je mee. U kunt de veegmachine in werking zien na Koningsdag en maandag op het Damplein in Dubbeldam.